De Wolplijn Happy Day Tip. Naalden. En die heb je in verschillende diktes en verschillende vormen. Want je hebt ze voor verschillende dingen nodig. Deze zijn voor dunne draadjes. Dus geen wol gaat er doorheen, maar gewoon naaigaren. Of één heel dun draadje van je katoen zou je kunnen proberen. Ik heb ze met punt en zonder punt. Want dat bepaalt waarvoor je ze gebruikt. Met punt, dan wil je ergens goed doorheen steken. Dus waarschijnlijk door stof. En zonder punt, daar wil je bijvoorbeeld een klein stukje mee borduren. Waar het gaatje al goed zichtbaar is. Of waar je iets niet helemaal doorheen wil steken. Dat het splijt. Dus je hebt verschillende naalden. En dat is leuk om te weten. Want goed gereedschap is het halve werk.